Door het baggeren van de Suriname rivier is de tijd voor kleine vaartuigen voorbij, zegt MAS-directeur Michel Amafo. Vandaag bij de oplevering van de tweede fase van het baggerproject van de Suriname rivier op het hoofdkwartier van de Maritieme Autoriteit Suriname, de MAS, hebben de vertegenwoordigers van het ministerie van Openbare Werken en Boscalis een contract ondertekend voor de voortzetting van het project. Amafo stelt dat de nu diepere Suriname rivier vele handelswegen heeft geopend. Dus we moeten nu gaan naar de grotere vaartuigen die maximaal 27.000 ton per keer kunnen vervoeren. Dus dat is eigenlijk de oproep en daarvoor zullen we dan de komende periode samen met de ondernemers dat verder propageren om ze te begeleiden in dat proces. Ik moet ook aangeven, dit is ook heel belangrijk voor de oil- en gasindustrie. Want door het baggeren hier hebben zij hun operaties verplaatst van Trinidad naar Suriname. Dus dat is heel belangrijk in die hele FID, het baggerproject. We gaan verder, we stoppen niet bij dit project. En dat hier ziet u de studies die gedaan moeten worden voor de vervolgtrajecten. Amafo zegt nu dat de Goslar uiteindelijk zeker uit de Suriname rivier gehaald moet worden. President Chandrika Prasad-Santokhi zegt enorm ingenomen te zijn met de oplevering van het project, omdat Suriname in moeilijk vaarwater verkeerde toen het ministerie van OW doordrukte om het project te laten lopen. Onthoud het goed, de strategische betekenis hiervan. En gelukkig zien we al, directeur, minister, de local content komt al. Richting Suriname. Dat wil zeggen lokale bedrijven, werkgelegenheid, economische activiteiten. Tweede, dat ik met heel wat lokale bedrijven gesproken heb, die allemaal engaged waren in onderhandelingen met grote bedrijven in de oil en gas, Kuldeep Singh, bezig met Total Energy, Halliburton, Shell. En zoveel andere bedrijven. Allemaal president, if you know, do next. Aan Afarge, Suriname rivier gaan we al deze bedrijven missen. Het staatshoofd geeft aan dat de investering om te baggeren een must was. En voorspelt dat de economie profijt zal halen uit het project.